Hey en leuk dat je kijkt naar nou, weer een gloednieuwe vlog van mij, hier op het Zultrax, de enige echte natuurlijk. Hoe was de kermis in Eindhoven? Nou, de kermis in Eindhoven was ontzettend leuk. Uh, echt een prima avond gehad, weer uh, voldoende aanbod. Uh, ja, uh, het uh, verrassende was uh, dat uh, een Reactor er was. Een reactor, uh, ja, die, was ik, uh, die had ik nog nooit eerder gezien op de kermis in Eindhoven. Uh, ja, het was toppie. het was echt een geweldige ke kermis. Jammer op het einde. Wij, uh, ik had net de afsluiting gedaan, liep terug naar de auto. En, um, ja, het was weer een knokpartij. Was het weer. Uh, allemaal politie ging er allemaal heen. Uh, gillende sirenes. Um, ja, heel erg vervelend allemaal. Uh, waar is dat voor nodig? Uh, laat de kermis gewoon de kermis zijn en gewoon een hele gezellige avond met iedereen. Die op het kermisterrein loopt. Ja, erg jammer. Maar ja, tegenwoordig, Anno 2024. Ja, schijnt dat tegenwoordig normaal te zijn? Het schijnt tegenwoordig normaal te zijn dat je s'avonds geen leuke kermis kan doen. Want uh, dan komen de opstootjes, uh, knokpartijen. Ik heb het zelf wel een paar keer meegemaakt in Rotterdam. Dat op een gegeven moment s'avonds. Uh, gaan de kapsons, uh, die gaan omhoog. En uh, mensen pakken er eigenlijk dan helemaal in. Kap zon omhoog. Ja, uh, erg jammer. Uh, dat hoort niet op een kermis thuis. Voor de rest, ja, het was wel weer echt ontzettend leuk dat uh, Ger erbij was. Uh, Joost was erbij. Ja, Joost was er uh, altijd een aardig slokje op. Dat hadden jullie denk ik wel gemerkt. Dus, maar voor de rest, uh, over het algemeen was het een hele leuke kermis. Was het uh, volgend jaar. Ben ik er zeker weten weer bij? Want de kermis in Eindhoven, ja, dat is altijd eigenlijk toch wel een hoogtepuntje. Samen met Tilburgse kermis is, uh, is dat eigenlijk toch wel een hoogtepuntje qua kermissen. Uh, Eindhoven toch wel, uh, ja, altijd een lichtpuntje in het jaar, in het kermisjaar. Op kermisgebied is het toch wel een hoogtepuntje. Kermis Eindhoven en Tilburg dat zijn eigenlijk wel de twee kermissen waar ik sowieso eigenlijk wel elk jaar naartoe wil. Want de kermis in uh, Tilburg en Eindhoven... dat zijn natuurlijk altijd twee fantastische kermissen. En uh, ja, daar doe je het eigenlijk voor als kermisliefhebber. Dus uh, ja, dat was uh, eigenlijk een beetje uh, alles in, uh, in overschouw. Uh, ja, Breakdance gaf weer een geweldige show. Ik uh, bleef teruglopen weer. Ze draaiden echt weer fantastische muziek. Draaiden ze weer uh, een beetje oldschool, hardcore. Een beetje, ja... Uh, dan krijg je mij gewoon niet blij mee. Gewoon fantastisch. Uh, ja, allemaal een hele leuke kermis is het geworden. Echt een hele leuke kermis. Dus uh, toppie in ieder geval. Ik, uh, ja, ik uh, kan eigenlijk verder kan ik eigenlijk niet zoveel meer zeggen over de kermis. Ja, uh, Reuzenrad stond er weer. De uh, chaos stond er weer. Een uh, beetje alle andere standaard kermis stonden er weer. Zo'n zo jumper die stond er weer. Um, ja, dit was de kermis review van 2024 in Eindhoven. Super kermis. Volgend jaar ben ik er zeker weten weer bij. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En dan zou ik zeggen jongens vonden jullie deze vlog leuk. Doe de duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op belletje. Dan wordt jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen de groeten van deze kant. En tot de volgende vlog. Maar weer. Bye-bye. Hoi.